Goedemiddag allemaal, mijn naam is professor Serge de Meijer. Ik kom van de Universiteit Antwerpen en ik zal jullie resultaten voorstellen van het Testomat-project. Het Testomat-project was dus een Europees onderzoeksproject waarbij dat we aan het kijken waren naar test automation. En een van de voornaamste producten die we aan het maken waren, was een maturiteitsmodel rond test automation. En dat is dus wat ik jullie vandaag zal presenteren. Maar voordat we daarover beginnen, wat spelregels. Ik heb normaal een heel interactieve stijl om met een publiek om te gaan. In deze coronatijden en virtuele sessies is dat niet zo eenvoudig, maar dus toch eventjes kijken. Horen jullie mij? Er zit hier zo'n feature dat jullie handjes kunnen opsteken. Kunnen eens proberen of jullie de handjes kunnen opsteken? Ja, dus, de klank werkt. Dus als er vragen zijn, kunnen jullie dat gebruiken om de aandacht te trekken. Ik heb de sound notifications afgezet, zodat dat er niet allemaal om me lik kan. Er zit ook een chatbox bij. En dus als je vragen hebt, kun je ook via de chatbox vragen stellen. We hebben recent een aantal problemen gehad van mensen die inbraken in online lessen. Dus ik heb alle sound notificaties enzovoort afgezet om te vermijden dat iemand deze sessie gaat kapen. Oké, en dus dan het testomat-project zelf. En dit is hier een uittreksel uit de projectproposal, zoals we hem in 2016, dus ongeveer 4 jaar geleden, hebben geschreven. En het belangrijke daarin is eigenlijk, en dat zal geen verbazing zijn, is dat in modern agile development we de goede balans moeten vinden tussen betrouwbaarheid en agility. En dus dat is niet zo simpel. Elk zichzelf respecterend team worstelt daarmee. Maar dus een van de manieren om daarmee om te gaan is de bulk van uw testload te gaan automatiseren. En dus vandaar dat Testomat uiteindelijk het doel had om de development speed sneller te laten gaan, zonder aan kwaliteit in te boeten. En vandaar dat we dus een heel batterij aan tools en technieken hebben uitgetest en gedraaid in realistische omstandigheden om te kijken of die werken. Ik zie er 2 handjes opstaan van Suzanne en Adriaan. Hebben jullie een vraag? Handjes gaan naar beneden, dus nog niet onmiddellijk. Oké. Oeps. Er is hier een foutje in mijn slideopvolging. Mijn excuses. Dus dat was waar het Testomat-project rond hing. Ik druk op de verkeerde knop. Excuses, eventjes een klein foutje. En dus, dat is een van de tweets van een van de personen in het project. En dus het komt er eigenlijk op neer dat we, dat was een interne grapje, dat we dus eigenlijk van onszelf vonden dat we het beste project ooit waren. Maar dus het is effectief zo, het was een hele heterogene en diverse groep met heel veel landen. En we hebben dus heel veel plezier gehad en we zijn eigenlijk ook echt wel trots op de resultaten die we hebben behaald. Oeps. Het was dus een Europees project en daar deden dus partners mee uit verschillende landen, waaronder ook Nederland. Axini en Testwerk. Ik zie dat Maarten Deeman meedoet. Hè. Dus hij was een van de partners die meededen. Maar bijvoorbeeld ook de Open Universiteit met een testaar, scriptless GUI testing tool. Zijn er mensen die daar ooit van gehoord hebben? Steek eens handjes op. Hallo. Niemand ooit gehoord van Testar? Toch 1. En dus wat dat betreft, we hadden partners in verschillende landen, Spanje, Turkije, Duitsland enzovoort. En ook in verschillende domeinen. We hadden bijvoorbeeld banking applications.
We hadden in de haven administratieve applicaties, maar dus ook embedded systemen zoals drones die moesten rondvliegen, auto's die moesten rondrijden, robotten die moesten gestuurd worden, treinen die moesten aangestuurd worden, vliegtuigen die moesten vliegen, Telecom, Ericsson, die moest zorgen dat 6G erop werkte, Heavy Industries, dat was sponsor met machines om bomen om te zagen. Dus dat soort van zaken. Ik wil toch eens horen wat voor soort publiek ik voor mij heb. Hoeveel van jullie zitten eerder in de administratieve bank, financials, webapplicaties? Kan ik een aantal handjes zien? 3, 4, 5. Oké, toch een vijftal. En hoeveel van jullie zitten eerder in de safety critical, embedded systems, mechatronische systemen? Eentje, twee. Oké, dus het merendeel toch in de eerdere administratieve applicaties. Oké. Ah nee. Excuses, ik druk iedere keer op de verkeerde forward-knop. Dat is hier zo'n overzicht van de verschillende partners die deelnamen. Er zaten dus een aantal bij uit Nederland enzovoort. Maar ik wil er toch eentje uitlichten, omdat het een goede illustratie is van wat we aan het doen waren. En dus ik heb hier... We hadden... Met ons Testamat-project ook een heel uitgebreide YouTube-channel waar we heel veel getuigenissen hadden tussen de verschillende technieken die we hebben uitprobeerd. En eentje daarvan was dus Allerium. En die hadden eigenlijk in hun setup... waren die zo bezig met drones. Die moesten rond windmolens enzovoort om inspecties op te doen. En dat is dus natuurlijk wel safety critical, dus ze moesten inderdaad garanderen dat die drones niet tegen de wieken van de molens zouden botsen. En dus vandaar, een van de zaken die ze normaal doen, is zo via dit soort van simulaties manueel verifiëren of die drone doet wat hij verondersteld wordt te doen. Maar dus dat soort van manuele test-X-uitvoering is heel arbeidsintensief, ook error-prone, want een manuele tester moet dus effectief gaan kijken of die simulatie naar behoren functioneert. En dus een van de zaken die ze daar gedaan hebben, is, ik scroll eventjes verder in de video, is dan volautomatisch op een of andere Docker-image die simulaties laten spelen en verifiëren of het gebeurt of... de simulatie doet zoals ze werken. Dus dat is een van die voorbeelden van die safety critical systemen. Een van de zaken die we ook gedaan hebben, is bij SAP Avionics. En daar moeten ze dus garanderen dat de code goed getest is. Dat doen ze onder andere door MCDC coverage te meten. En dus wat dat ze bij SAP gedaan hebben, is mutation testing gaan gebruiken. Bij mutation testing worden artificiële defects in de software geïntroduceerd en dan ga je kijken of de testen sterk genoeg zijn om die te vinden. En dus SAP heeft ervaren dat dit een betere manier is en een meest kostefficiëntere manier om effectief te garanderen dat die software werkt naar behoren. Eventjes wegklikken. Terug naar de eigenlijke presentatie. Dus dat zijn een aantal van de partners en ik kan heel veel vertellen, maar dus ik nodig jullie uit om eens te gaan kijken naar die YouTube-channel om zo een aantal getuigenissen te horen. Het Testamat-project zelf was ook agile, dus we hadden de 3 jaren die we hadden ook onderverdeeld in sprints van 3 maanden, met elke 3 maand tussentijdse evaluaties. We hadden ook Trello-boards, we hadden status-meetings, daily stand-ups enzovoort enzovoort. Dus in die zin hadden we ook... een beetje een uitdaging, want traditioneel onderzoeksprojecten zijn nog altijd geconcipeerd als een soort van watervalmodel, dus het heeft ons ook daar wat moeite gekost. En we zitten dus nu hier, op het einde van de 3 jaar, en eigenlijk hebben we door coronamaatregelen nog een extra sprintje ertoe gevoegd, dus we zitten nu eigenlijk in de laatste fase waarin dat we alles aan het afwerken zijn. En dus een van de zaken die we daarbij wilden gaan doen, is de technology readiness level, zoals het heet, gaan verhogen. En dus de technology readiness level is een concept dat gekend is in Europese onderzoeksmiddelen. En dan gaan ze dus van TRL 0, zo
Zo, we hebben een vaag idee over wat we zouden willen bereiken, tot TRL9, waarbij dat het idee volledig in productie zit en zijn deugdelijkheid bewezen heeft. En waar wij dus met Testomat op aan het werken was TRL4, zo van Technology Validated in the Lab, tot TRL5, 6, waarbij dat het gevalideerd wordt in een relevante environment. En dus we waren heel sterk bezig met pilootprojecten om al die nieuwe ideeën uit te proberen. En dit geeft zo'n beeld van wat we gedaan hebben. Dus je ziet hier de verschillende TRL-niveaus in kleurcodes. En dan zie je hier de verschillende sprints in de kolommen. Dus kolom 1, 2, 3, 4, alle sprints. En elke rij hier stelt een bepaalde pilootproject voor. En bijvoorbeeld hier in TRL, in de rij 3, hadden we een pilootproject dat gestart is in TRL 3. En dan zie je dat het eventjes naar 5 gegaan is, terug naar beneden en de ultiem op 5 geland is. Maar ook helemaal hier op het einde zijn er verschillende nieuwe ideeën gedaan, uitgeprobeerd. En dan zie je dus TRL 0, zo een vaag idee, tot eventueel zelfs uitgerold in half productie. En dus we zijn daar heel trots op. En dus vandaar, het doel dat we eigenlijk hadden voor ons project was 102 TRL-stappen te nemen, gemiddeld van 3 voor elk van de pilootprojecten. Maar door onze agile aanpak hebben we dus eigenlijk veel meer kunnen behalen en hebben we dus eigenlijk 247 TRL-stappen genomen met een gemiddelde van 3,43. En dus in die zin die agile approach heeft wel gewerkt. En dat zijn zo een aantal foto's van de jaarlijkse meetings dat we hadden, de General Assemblies. En dus er zijn er maar 3. We hadden er eigenlijk ook nog een vierde een aantal weken geleden, maar ook door corona-omstandigheden kon dit niet. En we hebben dus ook virtueel moeten elkaar ontmoeten. Maar dus in die zin wou iedereen aanmoedigen, als je de kans krijgt om dat soort van projecten deel te nemen, zeker doen. Het is een heel leerrijke ervaring, verschillende culturen die met elkaar samenwerken. En eigenlijk zouden we op Europees niveau meer moeten samenwerken om van elkaar te leren. Dit gezegd zijnde, terug naar het project zelf. En eigenlijk, als je dat bekijkt, hadden we 2 grote deliverables. Langs de ene kant, de linkerkant hier, het project handbook, waarbij dat we zo de state of the art aan het beschrijven zijn, zodat andere mensen op onze schouders kunnen staan en verder bouwen. Maar, en dat is eigenlijk het meest relevante voor het verhaal van vandaag, onze team handbook, waarbij dat we dus eigenlijk de patronen en de successtories willen gaan buddelen. Maar we hadden eigenlijk ook wel een handspak meer. En dus we hebben heel veel booklets geschreven, kleine boekjes die op het niveau van een CTO uitleggen wat test automation allemaal kan betekenen. We hadden heel veel tools, we hadden heel veel video's en we hadden ook een soort van self-assessment tool. En eigenlijk voor de rest van het verhaal vandaag wil ik me dus focussen op die self-assessment tool. En dat is dus geïnspireerd door iets wat we allemaal kennen. Voor die mensen die ooit een frigo of diepvriezer of wasmachine hebben gekocht, deze energielabels om zo te weten wat is uw energieverbruik van uw machine. Maar binnen testmiddels kennen we dat natuurlijk wel ook. We hebben TMMI, TPINX, TMAP, de sprekers van daar straks, die ik jullie niet vernoemd heb, die waren allemaal inspiratie. En dan wou ik toch eens vragen, zo binnen het publiek, hoeveel mensen onder jullie kennen TMMI, TPINX, TMAP? Oké, de meeste toch wel. En hoeveel gebruiken dit nu nog? Oké. Ernst van den Bos, kun je eventjes jouw micro aanzetten? Kun je eens vertellen in welke context dat je dit gebruikt? Ernst? Wacht even, ik had nog een knopje uitstaan. Hoor je mij nu? Ja, we horen je wel. Ik had mijn micro op mijn toetsenbord ook uitgezet. Dus. Nee, we weten hoe moeilijk het is om het technisch te nemen. Kun je eentjes getuigen, hoe gebruik jij TMMI, TPI Next nu nog? Het TMMI TPI Next gebruiken we voornamelijk om onze teamverbeteringen door te voeren. Ja, en, dus door het Scrum-proces als team steeds beter te worden. Ja. En vinden jullie dat het nog up-to-date is of is het toch wel aan herziening toe? Ja, we gebruiken niet de letter, maar meer de geest van TMMI. Ja. Ja.
Dus we hebben dat wel aangepast naar onze eigen behoeftes. Oké. Wel, en dus wat ons betreft is zeker niet de bedoeling om kritiek te geven op deze soorten van maturiteitsmodellen. We hebben er ons effectief op gebaseerd en ze zijn zeker nog nuttig. Hè? Maar dus, je mag je micro terug afzetten hoor. En bedankt voor de toelichting. Wij wouden dus eens effectief gaan kijken die wat vernieuwen en richting automation gaan. Ja. En dus vandaar, we hebben een literatuuronderzoek gedaan en we hebben 3 papers gevonden die relevant waren. Hier is er eentje, hier is er een tweede, hier is er een derde. En eigenlijk hebben we ons gebaseerd op die middelste hier. En dat hoeft niet te verwonderen, dat zijn mensen van Ericsson die dat gedaan hebben. Ericsson was de project lead, dus het is logisch dat we ons gebaseerd hebben op dit test automation improvement model. En we hadden daarbij een aantal principes. Hè. Om te beginnen, de scope. En dus als je bekijkt naar zo'n TPI en dat soort van zaken, zijn die voornamelijk gericht op de grotere organisatie. Maar wat wij dus gemerkt is, dat in Agile dat heel moeilijk is om een assessment te maken voor een volledige organisatie. Omdat alle teams georganiseerd zijn, self-organizing. En dat je dus een enorme diversiteit ziet in de organisatie. Dus vandaar dat we ons gefocust hebben op het teamniveau in Agile team. Ten tweede, normaal is dat soort van assessment is voornamelijk gedreven door opinies. Waarbij dat je dus een soort van checklist afwerkt en op een gestuurde manier via vragenlijsten probeert te weten te komen wat dat maturiteitsniveau is van uw organisatie. Maar wat dat wij zeggen is, als het over testautomatisatie gaat, je zou alle testtools in place moeten hebben. En dus eigenlijk zou je niet moeten baseren op opinies, maar zou het dus eigenlijk data-driven moeten zijn. En zou je dus gewoon de data rechtstreeks uit de tools moeten halen, projecteren op een dashboard en op basis daarvan kunnen weten wat je maturiteitsniveau is. Dus dat was zo de achterliggende principes. En dan hebben we dus een uitgebreide literatuuronderzoek gedaan. We hebben gekeken naar alle literatuur, zowel academisch als de grey literature, zoals gezegd, blogpost enzovoort. En uiteindelijk zijn we dan, wat je wel kunt verwachten, terecht te komen op een aantal key performance areas, zoals dat heet. Waarbij dat je dus zegt van dat zijn zaken waar je de maturiteit kunt gaan verbeteren. En een heel deel daarvan overlappen met wat je typisch ziet in dat soort van maturiteitsmodellen, de test requirements enzovoort. Een aantal zijn er te handelen. Verdicts bijvoorbeeld is er een moeilijke, want als je dus automatische testtools hebt, voor unit test is het makkelijk. Het is groen of rood, de test past of failed. Maar bij performantietesten bijvoorbeeld, of bij de soorten van simulatietesten zoals we het al straks hadden, is het verdikte analyse veel moeilijker te doen en moeten we dus daar ook als test automation improvement model verder gaan kijken. En uiteindelijk hebben we dan gezegd van oké, je hebt een aantal maturiteitsniveaus. Level 0 is alles gebeurt nog manueel, testcases worden manueel gedefinieerd en uitgevoerd. En dan zijn we dus eerst gaan kijken naar test execution eigenlijk als een eerste graadmeter. En dan zien we dus dat initial, level 1, komt dan overeen met wat de meeste teams al wel in place hebben, een automated test pipeline, waarbij dat je de unit test, component test, eventueel systeemtest automatisch laat draaien. Maar wat nog steeds manueel gebeurt is, als een van die tests filed, moet er dus manueel tussen gekomen worden. Een van de volgende zaken is dan continuous integration. En dan zie je dus dat je inderdaad die testen automatisch doorlopen enzovoort enzovoort. Maar een van de zaken die nog gebeurt of toegelaten wordt, is het feit dat een build broken is. En dus wat er dan gebeurt is van, oké, de build is broken, we laten hem toch verder. En we wachten enkele uren, dagen, voordat we de build gaan fixen. Dat is iets wat je niet meer kunt doen in continuous deployment. Dus wat dat betekent, ga je geen broken builds meer tolereren. Hoeveel van jullie gebruiken al DevOps? Handjes graag. Alex, kun je even de micro aanzetten? Alex Knap. Ja,
Alex, we horen jou. Ja. Ja, wij werken een klein team. Het is een klein team, maar één ontwikkelteam. De klank is redelijk zwak. Toch, poging voor een vraag te stellen. Hebben jullie flaky tests? Tests die zo random springen van groen naar rood? Steeds minder. Steeds minder. Dus jullie hebben een strategie om ermee om te gaan en om ze dus effectief niet meer te tolereren. Een van de belangrijkste beslissingen, denk ik, die we genomen hebben, is door geen Internet Explorer meer te testen. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar we kwamen eigenlijk achter dat ook een fout in de frontend zit. Dan ja. Vind je het natuurlijk op een andere browser. Oké, ja. Kost meer tijd dan dat het iets oplevert. Ja. Oké, bedankt voor de toelichting. Maar dus dat is een van de zaken dat wij onderscheiden als de stap na DevOps. Is zo inderdaad, ja, flaky tests en hoe daarmee omgaan. Tolereer je die niet en uiteraard. Een van de hogere niveaus, en eigenlijk hebben we daar zelden nog echte... Dat is zelden in de state of the art gebeurd. En wat is het hele idee van test selection, test prioritization? Dus het idee dat je niet telkens alle tests labt, maar alleen degenen die van belang zijn. Zeker die prioritization, als je hardware in de loop testing gaat doen, is niet eenvoudig te doen. Je kunt dan ook testen gaan genereren. En ultiem, en dat is eigenlijk wat we zouden van dromen, is volledig autonoom, hè? Waarbij dat je dus aan de hand van wat artificiële intelligentie die AOC in jouw testpipeline zet, en je systeem volledig voor zichzelf laat beslissen. Het systeem is rijp in productie. We hebben alle testen gedraaid die nodig zijn. En het is ready. Om dit te doen, zijn we dan ook wat verder gegaan. En we hebben dus een maturity survey gelanceerd. Dus we hadden op basis van een literatuursurvey eigenlijk een vragenlijst van een tiental bladzijden, wat veel te lang was. En dan hebben we dat gereduceerd tot een vragenlijst van een tweetal pagina's, die dus in 15 minuten kon beantwoord worden. We hebben dat een aantal keren intern gedraaid en hebben dat dus gedistribueerd naar alle contacten die we hadden. En uiteindelijk 150 antwoorden gekregen van 100 organisaties in 25 verschillende landen. Dus in die zin hebben we een representatief staal kunnen nemen van wat beschikbaar is. En dus mensen die geïnteresseerd zijn, we hebben dat ook netjes gerapporteerd in een paper die je hier te pakken kunt krijgen. Ja, en dus we hebben daar een paar interessante observaties. Maar wat heel belangrijk is, dat heeft ons ook de mogelijkheid nou gegeven om een soort van baseline te hebben waar dat we kunnen zien van wat is de huidige staat van de test automation maturity in de wereld, hoofdzakelijk Europa. En dus op basis daarvan hebben we dus nu een soort van self-assessment tool gemaakt, waarbij dat we via een of andere website iemand vragen om een aantal vragen in te vullen en op basis daarvan dan gaan zien wat zijn test automation maturity is. Dat bestaat momenteel in een alpha-versie. Het zal gereleased worden open source op GitLab. Dat zijn de namen van de personen die er aan het werken zijn. Dat zijn een aantal studenten van mij, onder andere, die nu aan het opleveren zijn. Het is nog in een heel erg prematuur stadium. We hadden eigenlijk gehoopt om dit effectief te kunnen demonstreren in hands-on op testnet voorjaarsevenement, maar we zijn er eigenlijk nog niet geraakt. Maar dus wat dat betreft, de manier hoe dat het werkt, is dat je een aantal vragen invult. En dan kun je eigenlijk twee paden nemen. Ofwel de bovenste pad, waarbij dat je dus effectief die vergelijking gaat maken met wat dat we gedaan hebben op Europees niveau. En dan krijg je een soort van spiderdiagram die u zegt wat dat je toestand, wat uw status is ten opzichte van de rest van de wereld. En in tweede pas vragen we jou een aantal vragen, zodanig dat je dus hier in een soort van die test automation assessment zit. En dan ga je jou proberen via gerichte vragen te sturen naar waar heb je problemen en wat voor soorten van oplossingen kun je hebben.
En ik heb niet echt een hands-on demo, maar ik heb toch wel een klein videootje die zo illustreert wat er aan de hand is. Dus dan kun je dus hier zien de website en je begint dus in te vullen. Ik ga dus effectief voor een single team antwoorden. Dat is een team van een tiental personen. Dat zit in de automotive, dus het is safety critical. En dan, dat gaat nu heel snel, de verschillende vragen die dus de verschillende key performance areas afdekken. Oké, en dan zien we van, hier is jouw rapport met de spiderdiagram. En dan kun je dus netjes zien dat de grijze lijn is waar de IE zit. De bruine lijn is waar dat de rest van Europa zit. En de blauwe lijn is dan de plaats waar dat de rest van de personen in jouw sector zitten. En op basis daarvan kunnen we dus zeggen van, dat zijn jouw sterktes, maar dus ook een aantal links maken naar quick wins of eventueel lange termijn plaatsen waar je beter kunt. Dus dat is het eerste pad. En dan het tweede pad is dan het idee dat we dus vragen, wat is jouw rol in het team? Hoeveel % van je tijd ben je bezig met testen? En dan op basis daarvan we vragen hoeveel van jouw testen zijn geautomatiseerd voor elk van de niveaus. Laat dat eventjes invullen. En dan, normaal gezien komt er nog een race in vraag, maar uiteindelijk gaan we je dus leiden tot een van de boeken of van de kennisbanken die jou zou kunnen helpen. In dit geval bijvoorbeeld mutation testing. Oké. Dat was het einde van de video. En dat is de huidige status van de tool. En dus, je hebt netjes de twee paden gezien hoe dat we werken. Dus dat was de demonstratie. En dus nog eventjes terug. Het idee is wel degelijk dat we dus kunnen identificeren waar je staat ten opzichte van concurrentie. Ook ten opzichte van de rest van de sector, zodanig dat we dus effectief kunnen zeggen van kijk, dat zijn de quick wins of dat is de long term waar je kunt op gaan inzetten. Kwestie van het andere pad, het onderste pad. Er zijn een aantal booklets, dus ik had mutation testing en dat was een belangrijk onderwerp in het project. Maar we hebben dus een hele batterij van andere booklets zoals deze die je kunnen helpen over, om uitleg te geven hoe dat je de test automation maturity kunt verbeteren. Daarnaast hebben we dus ook onze batterij video's, waar we een uitgebreide lijst van getuigenissen hebben van hoe dat je bepaalde zaken kunt aanpakken. En dus de bedoeling is dat we al dit materiaal ontsluiten via onze webtool. Dus stelletjes aan het einde. Dus ik moet een aantal mensen bedanken. Eerst en vooral de affiliaties. Dus ik zelf ben van de Universiteit Antwerpen. De Universiteit Oulu was ook heel belangrijk voor de survey die we gedaan hebben. Ericsson en System Verification als de technische partners in het veld. We zijn gesponsord geweest door Europa, Eureka, dus dat is een, en ITEA, dus dat is een van de Europese financieringsorganisaties, en dan ook Vinnova in Zweden. We hebben een Twitter-handle en we hebben een YouTube-channel, dus als je meer informatie te weten kunt pakken, kunnen daar terecht. Verder van de rest dus eventjes netjes afronden. Dus we hadden het testen wat project, en daar wou ik jullie toch voorstellen en zo uitnodigen om deel te nemen aan dat soort van projecten. Dan hebben we dus een handspak TRL-niveaus omhoog gebracht, Technology Readiness, en dus die heatmap zijn we erg trots op. Ten slotte hebben we die een survey gedaan, zodanig we nu een zicht hebben op de baseline waar de test automation maturity in Europa hoofdzakelijk zit. En op basis daarvan zijn we dus nu bezig met een tool aan het maken om die test automation maturity eerst en vooral vast te stellen en dan in een tweede stap hier van onder een verbeterpad aan te zetten. We zijn bezig om die tool uit te rollen en als mensen geïnteresseerd zijn om als alpha testers van dit platform te dienen, laat mij een e-mailtje. Staat er hierop en ik zal u met alle plezier opnemen in de batterij van de alfa-testers. Dit was het voor mij. Iets vroeger dan gepland afgelopen. Zijn er vragen, opmerkingen? De chat.